Een hartelijk woord van welkom aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Fijn u hier weer te zien. En ik geef graag het woord aan mevrouw Van Zanten van de fractie van BBB. Voorzitter, afgelopen zondag werd een concert van de 74-jarige zangeres Leni Koer bruut verstoord door pro-Palestijnse railschoppers. Ze scholde haar onder andere uit voor terrorist, beschuldigde haar van genocide, schreeuwde antisemitische leuzen en zwaaide met Palestijnse vlag in het rond. Een dag later bleek de kaartverkoop van haar volgende concert stopgezet wegens terechte angst voor nieuwe verstoringen en wellicht erger. Eveneens zondag blokkeerden pro-Palestijnse demonstranten met veel vertoon de ingangen van Filmhuis Lumière in Maastricht, waar een Israëlische film zou worden vertoond. Ook werd er dit weekend wereldwijd opgeroepen tot een boycott van de nieuwe James Bond film, mocht de Brits-Joodse acteur Aaron Taylor Johnson hier in de hoofdrol krijgen. Kort geleden hadden we natuurlijk ook al de vreselijke acties bij de opening van het Holocaustmuseum. Deze gebeurtenissen zijn exemplarisch voor de oplaaiende jodenhaat, dat dus ook de cultuursector en onze theaters binnenkomt. Wat BBB betreft is dit absoluut onaanvaardbaar. Het podium mag Joodse artiesten nooit worden afgepakt. Ook het publiek heeft het recht om veilig en ongestoord te genieten van een voorstelling of concert. Kunstenaars moeten vrij en zonder angst op het podium kunnen staan. Is de staatssecretaris dit met BBB eens? Zo ja, hoe gaat zij samen met de minister van JNV dit bewerkstelligen? Voorzitter, is de staatssecretaris ook al in gesprek met de culturele sector? En wat zegt de sector hierover? In 2011 kwam de cultuursector met een mars der beschaving tegen de plannen van het kabinet. Waar is de mars der beschaving nu? De schreeuw tegen jodenhaat. Heeft de staatssecretaris signalen uit de sector dat men nu ook een dergelijk initiatief tegen jodenhaat wil oppakken? En wat gaat de staatssecretaris precies doen? Voorzitter, we maken ons ongelooflijk veel zorgen over de herdenking op 4 mei. In Amsterdam zegt de burgemeester dat ze aan demonstraties grenzen kan stellen, maar mensen niet kan verbieden hun mond te houden. Hoe kan de veiligheid van de bezoekers van de herdenking in het hele land worden gegarandeerd? En hoe kan ervoor worden gezorgd dat de herdenkingen rustig en respectvol verlopen? Als we dit in Amsterdam overlaten aan het driehoek, is er straks mogelijk weer op 50 meter afstand antisemitische geschreeuw en geblaar te horen. Wanneer komt het kabinet gezamenlijk in actie tegen jodenhaat? Onlangs nam de Kamer een motie aan die het mogelijk maakt op te treden tegen de omstreden leus From the River to the Sea. Wanneer wordt deze motie ten uitvoering gebracht? Kan de staatssecretaris gezien de urgentie deze kwesties komende donderdag bespreken in de ministerraad? Tot zover. Dank u wel. Het woord is aan de staatssecretaris. Ja, voorzitter, dank u wel. Laat ik beginnen met de eerste vraag die mevrouw Van Zanten heeft gesteld, namelijk of ik namens het kabinet, net als haar of zij, van mening is dat het ongestoord kunnen optreden en veilig kunnen optreden van Joodse artiesten, maar ik denk dat we dat in algemene zin zouden moeten laten gelden voor alle artiesten die zich optreden en voor al het publiek in allerlei plekken moet kunnen plaatsvinden. Dat kan ik volmondig en volhartig met ja beantwoorden, want uiteindelijk is dat wat cultuur ook zou moeten zijn, namelijk een open plek waar je met elkaar de discussie kunt voeren in veilige en op een verantwoorde wijze. Dus daarin vinden we elkaar. De volgende vraag die zij stelde was of wij ook in gesprek zijn met de sector, gezien de ontwikkelingen die er op dit moment zijn. En dat zijn we op dit moment. We hebben zowel gesprekken met bijvoorbeeld de museumvereniging als met de koepelorganisatie VSCD, om met hun in gesprek te zijn over hoe zorg je er nou voor dat er een veilige omgeving is waarin je die cultuuruiting, die cultuurbeoefening kunt invullen. Of dat ook leidt tot een protestmars, ja, dat is een vraag die ik niet zelf gesteld heb, die ik ook nog niet uit de sector gehoord heb dat ze daarmee bezig zijn, maar dat lijkt me ook iets aan de sector zelf en dat lijkt me ook een beetje vreemd op het moment dat ik daar als staatssecretaris invulling aan zou kunnen geven, maar daar zijn mij nog geen geluiden over bekend. De laatste vraag die mevrouw Van Zanten stelde was hoe wij ervoor gaan zorgen bij in de volle breedte. We zorgen voor een veilige omgeving, bijvoorbeeld bij de viering van 4 mei. En dat is eigenlijk een vraag
Die niet bij mij ligt, maar bij mijn collega's van zowel VWS, die natuurlijk verantwoordelijk is voor het herdenken, als bij de collega's van VNJ, waar het gaat over de openbare orde en veiligheid. En het lijkt mij wat vreemd om als staatssecretaris van OCW deze vraag te beantwoorden, maar ik wil u wel toezeggen dat ik dit aanstaande donderdag in de ministerraad zal bespreken. Tot zover, voorzitter. Mevrouw Van Zanten. Dank u, voorzitter. Ja, dat was mijn vraag ook aan de staatssecretaris of zij dit kan bespreken gezien de urgentie in de ministerraad. Ik ben blij te horen dat ze daartoe bereid is. Ik wilde nog aan de staatssecretaris vragen van, want we hebben natuurlijk nu op dit moment, we zien zo ongelooflijk veel oplaaiend antisemitisme in onze samenleving, in die cultuursector dus nu ook. Ja, wat kan er vanuit het ministerie worden gedaan? Ja, voorzitter, mevrouw Van Zanten stelt terecht dat we in toenemende mate allerlei emoties in de samenleving zien. En sinds het feit dat de cultuursector nu eenmaal een open sector is en ook een plek is waar we juist ook de maatschappelijke discussie vaak met elkaar medevoeren, is het natuurlijk niet vreemd dat ook de dingen die we in de maatschappij zien, dat we die ook terugzien in de culturele sector. De culturele sector is denk ik een plek die we ook graag open en toegankelijk willen houden. Want op die manier zorgen we er ook voor dat watgene wat daar gebeurt ook zo breed mogelijk verder gebracht wordt en de dialoog ook mede kan voeden. Dat maakt ook dat het niet mogelijk is om dit soort incidenten te voorkomen. De koepelorganisatie, de VSCD, heeft om die reden dan ook met bijvoorbeeld de theaters een beleidslijn afgesproken over hoe gaan we hiermee om. En ik kan gelukkig constateren dat die beleidslijn afgelopen zondag ook gewerkt heeft. Want de beleidslijn is dat er op dat moment ingegrepen wordt, dat er proberen wordt voorkomen dat het optreden dus niet meer door kunnen gaan. Dus zo snel mogelijk ingrepen zodat het optreden door kan gaan. En daarna is er ook aangifte gedaan en daarna is het ook aan het Openbaar Ministerie om daar vervolg aan te geven. Ik denk dat dat ook goed is, want op die manier zorgen we ervoor ook dat het uitdragen van cultuur en de cultuurbeoefening ook voort kan blijven gaan. Tegelijkertijd denk ik wel, en u zei dat ook in uw eigen inleiding, dit soort vormen van antisemitisme, want dat is het in dit geval nadrukkelijk, moeten we ten alle tijde veroordelen en zou geen plek mogen hebben in onze theaters. Ja, voorzitter, ik vroeg me af, kan de staatssecretaris zeggen of de sector iets gaat doen aan de beveiliging? Zijn daar gesprekken over dat de beveiliging wordt opgeschroefd bij optredens van Joodse artiesten? Ja, uiteindelijk is dat aan elk theater en elke instelling zelf om te kijken wat nodig is om op een goede wijze daar invulling aan te geven. Ik kan me voorstellen dat op dit moment bij verschillende plekken inderdaad aanvullende beveiliging is. Ik ben zelf ook wel eens bij een bijeenkomst geweest waar ook aanvullende beveiliging was om die reden. Ik denk dat dat goed is. Tegelijkertijd is het natuurlijk eigenlijk ongelooflijk zonde dat dat nodig is. Want je zou eigenlijk willen dat we in Nederland in een samenleving zijn waarbij culturele uitingen gewoon plaats kunnen vinden zonder dat er dat soort verstoringen plaats zouden vinden. Wel is het zo dat de keuze die bijvoorbeeld nu het theater in Stadskanaal heeft gedaan om de kaartverkoop stil te leggen eigenlijk buitengewoon triest is. Omdat we daarmee het succesvol kunnen uitdragen van de culturele activiteiten in dit geval ontnomen wordt enkel en alleen omdat iemand Joods is. En dat zou eigenlijk in Nederland geen plek mogen hebben. Ja, voorzitter, als laatste wil ik toch nog eenmaal via de staatssecretaris vragen of zij echt het kabinet wil oproepen om hier gezamenlijk een statement in te maken en hier hard tegen op te staan. Het kan gewoon niet zo zijn dat nu de 30.000, 40.000 Joden die we in Nederland hebben, die voelen zich gewoon echt niet meer veilig hier. Ze worden op elke plek worden ze nu bedreigd, zelfs in theaters. Dus ik hoop echt dat de staatssecretaris samen met het kabinet hier echt een vuist tegen wil maken en het niet alleen maar bij woorden wil laten, maar dat ook wil gaan omzetten in daden. Dank u wel. Voorzitter, volgens mij heb ik al aangegeven dat ik de zorgen over zal brengen naar het kabinet en zal bespreken aanstaande donderdag. Mevrouw Bikker. Ja, voorzitter, het is een schande. Het is een grote schande wat hier gebeurd is. Dat iemand vanwege haar Jood zijn gewoon, ze staat op het theater, ze brengt het goede, het schone van de kunst naar voren en dat iemand dan op haar Jood zijn wordt aangesproken. En de historicus, de professor Bart Wallet, zei niet voor niks, hier is een wissel omgegaan. En dat heeft ons allemaal zeer waakzaam te maken. En dat maakt waarom ik ook met deze enorme emotie ook spreek. Want ik vind het echt onbestaanbaar dat het gebeurt, dat we nu in Stadskanaal de kaartverkoop stil zien liggen, dat ons hart vasthouden als een Joodse Nederlander ergens optreedt wat er zal gebeuren. Ja. En daarom vraag ik de voorzitter juist ook aan het kabinet, alsjeblieft,
Spreek je snoeihard uit tegen dit antisemitisme. Alsjeblieft, spreek je snoeihard uit tegen iedereen die zichzelf tot demonstrant verklaart. Want dat ben je daar niet. Dit zijn antisemitische leuzen. Dit zijn geen demonstranten. Dit kan geen plaats hebben in onze culturele sector. Ja, voorzitter, volgens mij heb ik net ook al aangegeven dat de actie die hier plaatsgevonden heeft en het aanspreken van Leni Koerts op haar Jood zijn, volgens mij gewoon een vorm van antisemitisme is, ook omdat we daarmee het gevaar hebben dat het kunnen optreden enkel en alleen omdat je Joods bent, wordt belemmerd. En we zien nu in Stadskanaal dat daar ook sprake van is en dat is denk ik een buitengewoon trieste zaak. Elke vorm van discriminatie, elke vorm van racisme heeft geen plek in het theater. Per definitie niet. Tegelijkertijd is het zo dat de culturele sector, net als gewoon de maatschappij, een plek is waar je met elkaar in debat kan gaan en misschien ook wel moet gaan om allerlei standpunten met elkaar te delen. De vraag is wel of deze vorm van onrust en deze vorm van optreden die dialoog verder brengt. Ik denk dat we hebben kunnen zien dat dat niet zo is. En ik denk dat ook om die reden het niet dat je dit soort vormen van actie niet zou moeten willen. Maar het feit dat zij enkel en alleen is aangesproken op haar Jood zijn en het feit ook dat daarmee haar kansen als ze op succesvol uiting kunnen geven als kunstenaar aan haar cultuuruitingen. Het feit dat dat belemmerd is, is een vorm van antisemitisme en is daarom die reden verwerpelijk. 30 seconden, mevrouw Bikker. Ja, voorzitter, want ik mis die complete culturele sector op dit moment. Ik vind het angstaanjagend stil. Waarom staan zij niet allemaal op om te zeggen Joodse Nederlanders mogen hier optreden en wij zullen staan voor hun veiligheid? Ik hoor alleen het Joods cultureel kwartier. Ik vind echt dat de staatssecretaris deze sector op kan porren tot moed, tot echt het goede van het zoeken van het ware, van het goede en het schone. En alsjeblieft zeg ik ook tegen de culturele sector, kom op, sta nu voor je artiesten. Dit is je kans. Ja, voorzitter, ik denk dat het uiteindelijk aan de culturele sector zelf is om te bepalen om dat te doen. Ik denk dat het ook een veel krachtiger signaal is als ze dat uit hunzelf doen dan als ik daarop zou roepen. Ik heb net al aangegeven, voor mij is dit een vorm van antisemitisme wat we niet in Nederland zouden moeten willen hebben. Dat geldt trouwens voor elke vorm van racisme, elke vorm waarin individuen worden aangesproken op iets collectiefs wat achter hun staat. En dat hoort en heeft geen plek. Niet in onze samenleving en ook niet in onze culturele sector. En ik zal er altijd voor blijven waken dat we voor onze kunstenaars blijven staan, zodat zij ook hun kunstbeoefening kunnen uiten. Mevrouw van der Plas. Ja, voorzitter, ik ben gewoon verbijsterd door de slappe hap wat er hier uitgedragen wordt. We weten allemaal wat er is gebeurd tijdens de Holocaust. We weten allemaal hoe dat is ontstaan. En dat is door het uitsluiten en uitschelden van Joden. Dat was nog het minste wat er gebeurde. En ik hoor hier de staatssecretaris zeggen, een trieste zaak. Deze vorm van onrust, dit brengt de dialoog niet verder. Dit zouden we niet moeten willen. De cultuursector moet het zelf doen. Er wordt gesproken over demonstranten, over abjecte woorden. Het is niet mogelijk om incidenten te voorkomen. Voorzitter, weten we wat er gebeurd is in de jaren 30 en 40... en wat daaraan ten grondslag lag? Waarom spreekt het kabinet niet keihard zich uit tegen deze jodenhaat? Waarom gebeurt het niet? Waarom deze slappe woorden hier in deze zaal? Ja, voorzitter, ik spreek hier namens mijn rol als staatssecretaris van OCW. Ik heb net in het debat wat ik had met mevrouw Van Zandt ook aangegeven dat ik de zorgen en opmerkingen die hier in de Kamer gemaakt zijn daarvoor meeneem naar het kabinet aanstaande donderdag. En daar is volgens mij de plek waar eerst de discussie moet plaatsvinden voordat ik hier namens het kabinet zou kunnen spreken. Het zou buitengewoon raar zijn als ik dat hier nu namens iedereen zou doen. Ik heb u aangegeven hoe ik kijk naar antisemitisme in de culturele sector. Daar is geen plaats in de culturele sector voor antisemitisme. Net zo min als dat is voor welke andere vorm van uitsluiting dan ook. En daar zou ik mij voor blijven hardmaken. Ja, voorzitter. En dan erachteraan weer zeggen naar elke vorm van uitsluiting. Dit is gewoon jodenhaat. Dit is gewoon pure, pure jodenhaat. En het gaat steeds verder. En natuurlijk kan een minister zich uitspreken of een staatssecretaris zich uitspreken over deze vorm van onrust, zoals de staatssecretaris het dan noemt. Tuurlijk kan dat. Er zijn gewoon tienduizenden Joodse mensen in Nederland. Die zijn gewoon bang om hun kinderen naar school te doen. Die zijn bang om op straat te komen. En daar moet keihard tegen opgetreden worden. En keihard tegen uitgesproken worden. En weg met die slappe hap.
Ja, voorzitter, nogmaals, u noemt een aantal voorbeelden die buiten mijn portefeuille liggen. En ik denk dat het ook raar zou zijn als ik daar hier allerlei vergaande uitspraken over zou doen. Dus ik neem het mee richting de bespreking in de ministerraad. Als het gaat om waarom ik aangeef dat er naast antisemitisme ook andere vormen van uitsluiting zijn, is omdat als er één les is die ik in ieder geval heb geleerd van de geschiedenis van de Holocaust, is dat we individuen nooit moeten aanspreken op het collectief wat erachter staat. En dat we iedereen moeten blijven benaderen als mens. En dat we dus, en dat geldt voor elke vorm van religie en elke vorm van overtuiging. En dat geldt dus nadrukkelijk voor Joden, maar geldt ook voor andere vormen van uitsluiting en discriminatie. De heer Eertmans. Ja, voorzitter, het gaat nu een beetje van kwaad naar erger, heel eerlijk gezegd. Want dit is natuurlijk een collectief uiting van een aantal mensen waar de Joodse gemeenschap in zijn totaal enorm veel last van heeft. En als er iets is waar de Joodse gemeenschap behoefte aan heeft in deze tijd, is ook een duidelijk collectief antwoord van de regering dat dit afwijst, dat hij tegen optreedt. En ook zegt met een statement namens het hele kabinet, wij willen dit gewoon niet meer hebben in Nederland. En dat zou... Nou, ik wou zeggen, is er al een bos bloemen naar Leni Koer gaan? Want ik vind haar manier van reageren en hoe zij doorgaat en zich niet laat kennen, vind ik ongelooflijk moedig. Daar zou denk ik de staatssecretaris best een voorbeeld aan kunnen nemen. En mijn vraag is, wat Leni Koer vandaag volgens mij ook zei in het artikel in de Telegraaf, het gaat niet alleen meer bij artiesten van Joodse kom af, maar het gaat om het algemene beeld. Kunnen we nog wel zeggen wat we willen in de theaters? Dus is de staatssecretaris dat met Ja 21 eens, dat het een punt wordt van vrijheid van meningsuiting, breed en ja, dan met naam hierop geënt, ja, maar ziet u dat als een zorgelijke trend? Mensen durven niet meer op te treden en te zeggen wat ze willen. Ja, voorzitter, ik kan dat volmondig met ja beantwoorden. Want het is zo dat inderdaad de discussie in de maatschappij, waarbij het soms lijkt dat alles zwart-wit geworden is, maakt dat mensen angstig geworden zijn om zich te uiten. Dat zou ongelooflijk doodzonde zijn, want daarmee haal je volgens mij een belangrijke bodem onder de functie van de cultuur uit. Want cultuur zou bij uitstek de plek moeten zijn waar discussie en debat aangejaagd zou kunnen worden of moeten kunnen worden. En dus dat betekent dat ook dat daar af en toe dingen gezegd moeten worden die een beetje schuren. Maar dat mag nooit ertoe leiden dat mensen als gevolg daarvan niet meer in staat zijn om hun culturele uitingen uit te dragen en verder te brengen. Dat zou juist bij uitstek iets moeten zijn waarom wij de culturele sector zouden moeten beschermen om die positie ook te kunnen pakken. Dus daar ben ik het volledig met u mee eens. Het is prima, een antwoord op een vraag die komt denk ik van alle fracties. Maar zet u dat nou ook om in het statement wat eerder werd gevraagd voor vandaag? En hoef je toch echt niet het kabinet bij elkaar te roepen, jongens? Dat kunt u toch vandaag doen? U bent toch in charge? U bent hier toch de woordvoerder van namens het kabinet? Dus zet dit om in een duidelijk statement met de theatersector, wat u net zegt, maar dat daar paal en perk staat. U staat voor de vrijheid van meningsuiting in onze theaters en dat er nooit meer een kaart stop of een artiest wordt onderbroken of wordt weggehaald van het podium omdat ze onder druk staan. Dat mogen we gewoon toch niet accepteren. Zou u dat willen doen vandaag? Nee, ik geef u aan dat ik vind vanuit mijn rol en mijn verantwoordelijkheid als staatssecretaris van OCW dat de discussie die wij in de maatschappij voeren ook een plek moeten kunnen krijgen in het theater. En dat daar antisemitisme of andere vormen van racisme en uitsluiting geen plek hebben. In welke vorm dan ook, omdat we op die manier dat debat en ook die functie van cultuur ondermijnen. En dat moeten we niet moeten willen. U vraagt mij daarnaast allerlei statements te maken over de effect die dat heeft voor openbare orde of bij scholen. Mijn collega's hebben hier volgens mij in deze zaal daar ook meerdere malen statements over uitgebracht. Mevrouw van Zanten heeft mij net bij het de vraag gesteld of ik dit signaal ook nadrukkelijk wil meenemen en de vraag of ik namens het kabinet aanstaande donderdag daar ook met elkaar de uitspraak over wil doen. En ik heb u toegezegd, net ook, dat ik die signalen mee zal nemen en daar aanstaande donderdag in het kabinet ook over zal spreken. De heer Ergin van Denk. Ja, voorzitter, afgezien van het feit dat er op dit moment aangifte is gedaan vanwege smaad en laster en het me ook goed lijkt om de resultaten daarvan af te wachten, en los van het feit of hetgeen wat in Waalwijk is gebeurd onsmakelijk is of niet, hoor ik de minister vandaag spreken over antisemitisme. En ik las gisteren op X, of eergisteren op X, dat de minister van Justitie en Veiligheid het ook over antisemitisme had. En ik zou graag aan de staatssecretaris willen vragen op basis waarvan de regering tot de conclusie is gekomen dat hier sprake is van antisemitisme. De belangrijkste reden voor ons om het in dit geval te spreken over antisemitisme is omdat het kunstenaarschap van Leni Koerts in dit geval belemmerd wordt door het feit dat ze Joods is. Want het feit dat ze Joods is redenen voor sommige theaters om bijvoorbeeld de kaartverkoop stil te leggen. Is redenen voor sommige theaters, of zou in principe een reden kunnen zijn voor sommige theaters om haar niet meer te boeken. En daarmee is haar Joods zijn
een belemmering geworden voor het kunnen zijn van de kunstenaar. En dat is als gevolg van deze acties het resultaat. En dat is een vorm van antisemitisme. Nou, voorzitter, nogmaals, los van het feit of hetgeen wat in Waalwijk heeft plaatsgevonden onsmakelijk is of niet, hoor ik aan de beantwoording van de staatssecretaris niet heel duidelijk op basis waarvan, op basis van welke uitspraken er dan sprake geweest zou zijn van antisemitisme. Ik hoor de staatssecretaris ook zeggen, ik ga donderdag met het kabinet, ga ik hierover het gesprek aan. En ik hoop dat de staatssecretaris daar dan ook meeneemt dat er in dit land demonstranten, activisten die opkomen voor de rechten van de Palestijnen te pas en te onpas worden weggezet als antisemitisme. En ik zou aan de regering willen en ik zou de regering willen oproepen en aan de staatssecretaris willen vragen, hou daarmee op. Ja, voorzitter, volgens mij heb ik geen uitspraak gedaan dat al het kritiek op Israël per definitie antisemitisme is, want dat is niet zo. Je kunt volgens mij en bestrijder van het antisemitisme zijn en tegelijkertijd ook kritiek hebben op een staat. Dat hoeft niet zoveel met elkaar te maken te hebben. Dat kan prima los van elkaar bestaan. Wat ik alleen wel constateer, en dat in dit geval een artiest die niet met een politieke uitingen bezig was, maar met het zingen van liedjes aangesproken is en ook geïntimideerd is op haar Joods zijn, dat daartoe geleid heeft dat daarmee de positie van haar als Joods artiest het moeilijker maakt om ook haar rol als artiest te kunnen vervullen. En dat daarmee dus dit incident ook een vorm van antisemitisme is. Mevrouw van Vroonhoven. Voorzitter, ik ben blij dat de staatssecretaris erkent dat het antisemitisme hier is. Dat is één ding gewonnen. Maar een stap verder komen we hier niet, zo lijkt het. Ik ben het helemaal eens met mevrouw Bikker dat er inderdaad ook een krachtige vuist vanuit de culturele sector zelf moet komen. En ik hoop ook echt dat de staatssecretaris dat opneemt. Maar over de staatssecretaris zelf hoor ik niet heel veel actie. U zegt het is een debatomgeving, we moeten die vrijheid met elkaar koesteren. Maar u bent er ook om de culturele sector te beschermen. En ik zou u willen vragen, behalve dan de beveiliging, wat u dan concreet wil gaan doen om die sector te beschermen. Want daar hoor ik u bitter, bitter, bitter weinig over. Ja, voorzitter. De vraag is even wat u dan precies verwacht dat ik zou kunnen gaan doen. Want op het moment dat ik om dit soort redenen bijvoorbeeld theaters verder zou afschermen, ontneem ik daarmee voor een deel ook de toegang tot cultuur. Cultuur is denk ik bij uitstek een plek wat een open onderdeel is voor onze samenleving, waar mensen elkaar moeten kunnen ontmoeten en waar mensen met elkaar ook van gedachten kunnen wisselen. Dat dat in dit geval niet gebeurt, is dat is denk ik iets wat we met z'n allen delen. Maar dat het dichtgooien van het theater of het beschermen daarvan is niet het antwoord. Het antwoord is volgens mij dat we met elkaar moeten aangeven, er zijn hier grenzen overschreden. De sector heeft met elkaar ook beleidslijnen gehanteerd over hoe gaan we om met dit soort incidenten. Een van de dingen die daarin staan is dat je probeert het incident zo snel mogelijk uit het theater te halen, zodat daarna voortgang van de voorstelling of het concert of wat het dan ook is door kan gaan. Ik denk dat het ook belangrijk is, omdat je daarmee ook laat zien dat je het niet laat leiden tot het intrekken of het stopzetten van culturele uitingen. En daarna wordt er aangifte gedaan en is het volgens mij ook aan het Openbaar Ministerie om daar vervolg aan te geven. Mijn rol is hier volgens mij om aan te geven dat voor ons dit niet acceptabel is. Dat wij een open en cultuurbeleid ook graag willen overeind houden. Maar dat daar geen plek voor is voor antisemitisme. Net zoals die geen plek is waar dan ook in de samenleving. Voorzitter, de staatssecretaris blijft hangen in de constatering dat ze het niet acceptabel vindt. Maar dat stapje extra, dat hoor ik niet. Nogmaals, bent u niet bereid om de culturele sector te beschermen? Of kunt u dat niet? En dan, wat er natuurlijk aan vast zit van, hoe kunnen we u helpen om wel dat extra stapje te zetten? Ja, mensen beschermen tegen antisemitisme zit volgens mij gewoon in ons strafrecht. En dat is ook de reden waarom het denk ik belangrijk is dat na dit soort incidenten er ook aangifte gedaan kan worden, zodat het Openbaar Ministerie ook zijn werk kan vervullen daarna. En daarna ook de maatregelen kan nemen die nodig is. Dat geldt voor Joden in het algemeen, dat geldt ook voor Joodse artiesten in het theater. Maar het op die manier beschermen wij volgens mij mensen tegen uitsluiting en antisemitisme. En dat geldt net zo hard in het theater als dat in de samenleving als geheel geldt. Mevrouw Teunissen. Voorzitter, een individuele kunstenaar is aangevallen vanwege haar Joodse identiteit. En dat mag en dat kan absoluut niet. Want Joodse mensen mogen nooit verantwoordelijk worden gehouden, individuele mensen, voor de misdaden van de Israëlische regering. Dat wijzen we ook ten sterkste af, deze actie. En de actie leidt ook af
van al die organisaties, al die Joods-islamitische organisaties, dialooggroepen, die zich juist inzetten voor een vreedzame dialoog. En mijn vraag is juist nu, hoe gaat het kabinet deze organisaties versterken, meer in hun kracht zetten? Want dat is nu heel hard nodig. Ja, ik kan het alleen maar met u eens zijn dat het afleidt van het voeren van de goede dialoog. In de cultuursector hebben wij daarom om die reden ook binnen de BIS, binnen de basisinfrastructuur, instrumenten om ook de dialoog goed te kunnen voeren. En daar vindt die dialoog voor een groot deel ook plaats. En daar zullen we ook de komende tijd natuurlijk met elkaar proberen die dialoog op zo goed mogelijk wijze invulling te geven. De vlag van de SGP. Ja, voorzitter, de verschrikkelijke gruwelen die hebben plaatsgevonden in de jaren 30 en 40 tegen Joodse Nederlanders zijn niet in één dag ontstaan. Er is een heel lang proces van jaren aan vooraf gegaan van intimidatie en uitsluiting. En we hebben terecht gezegd, dit willen we nooit meer. Dat vraagt ook om op de juiste momenten in de geschiedenis op te staan. Dat vraagt om leiderschap. En dit is zo'n moment. Dus mijn vraag aan de staatssecretaris is, wil zij hier vanavond of vanmiddag in deze zaal uitspreken dat zij er alles aan zal doen, dat het kabinet er alles aan zal doen om te zorgen dat de Joodse Nederlanders dezelfde ruimte en toegang tot de publieke ruimte en alles wat ermee samenhangt blijven behouden als alle andere Nederlanders? Antwoord daarop is ja. Dat heb ik volgens mij net ook al aangegeven. Zoals geldt voor overal in Nederland, geldt ook in de culturele sector, dat er geen plaats zou mogen zijn voor antisemitisme en dat daar ook tegen opgetreden moet worden. En daarvoor is antisemitisme ook strafbaar in de wet. Ik moet vast even zoeken naar het woord. Dus daar is het ook zo belangrijk dat hier in dit geval aangifte gedaan is, zodat het Openbaar Ministerie ook zijn werk kan doen. Want u heeft volledig gelijk. En ik denk dat de koning het terecht ook bij de opening van het Holocaustmuseum zei. De weg naar Sobibor is natuurlijk begonnen bij het eerste bordje in het Vondelpark. En ik denk dat het ook goed is dat we bij dat eerste bordje ook ons protest laten horen. Ja, voorzitter, ik ben blij met deze ondubbelzinnige toezegging. Want eerder kwam de staatssecretaris nog niet verder dan ik ben in gesprek met de sector en ik ga het in de ministerraad bespreken. Ik wil daar dan de vraag aan koppelen om vanuit die ministerraad dan met een krachtig signaal te komen aanstaande vrijdag, om dit voor eens en voor altijd duidelijk te maken aan de hele Nederlandse samenleving. Ja, voorzitter, volgens mij heb ik nu inmiddels 4 keer toegezegd dat ik het aanstaande donderdag in de ministerraad zal bespreken. Mevrouw Van der Velde van de PVV. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wat mij betreft heeft de staatssecretaris wel een kilo boter op haar hoofd. Het gaat normaal altijd over opkomen voor minderheden, et cetera, maar dan alleen bij selectieve groepjes. Nou, is onze Joodse Nederlandse samenleving staat onder druk. Onder andere dus in die cultuursector. Maar die cultuursector die loopt gewoon vooruit op de rest van Nederland. En dan hoor ik de staatssecretaris zeggen, ja, in debat gaan. Ik hoor de staatssecretaris zeggen, emoties in de samenleving. En dat alle artiesten natuurlijk veilig moeten kunnen doen wat ze doen. Maar ja. Leidt dat niet af van de discussie, mevrouw de staatssecretaris, vraag ik mij af. Want als u dat zo zegt, kijkt u dan ook ernaar of het niet ook een groter maatschappelijk probleem is dan alleen maar in deze culturele sector? Ja. Want dat is natuurlijk wel de spiegel van de Nederlandse cultuur. Ja. Ja, voorzitter, u heeft hartstikke gelijk als u zegt, de culturele sector is die spiegel van die samenleving. En dus vinden we die trends die we in de samenleving ook terug in cultuur. En ik denk dat cultuur bij uitstek ook een plek kan zijn, doordat je daar in aanraking komt en in contact komt met andere ideeën en andere gedachten, om ook dat begrip over en weer te kunnen vergroten. En daarmee ook, dat is ook een belangrijke manier om inderdaad racisme en antisemitisme bijvoorbeeld te kunnen bestrijden, omdat je daarmee inzicht krijgt in hoe de ander leeft, wat de waarden voor de ander zijn. Dat is denk ik ook een van de belangrijke dragers van het diversiteits- en inclusiebeleid wat er in de cultuursector zit. Tegelijkertijd heeft u Kamer ook een motie aangenomen waarin u juist heeft aangegeven dat u dat diversiteit- en inclusiebeleid in ieder geval op een minder hoge prioriteit zou willen geven. Nou, ik denk dat dit bij uitstek een voorbeeld is van waarom het zo belangrijk is om minderheden ook nadrukkelijk een aandacht en een plek te geven in de culturele sector, om die diversiteit ook daadwerkelijk verder te kunnen brengen. De heer Boswijk van het CDA. Ja, dank voorzitter. Voorzitter, ik was niet van plan om hier een vraag te stellen. Ik kom eigenlijk voor het onderwerp hierna, maar mijn oren beginnen toch een beetje te klapperen als ik dit gesprek zo hoor. Want er zijn onderwerpen waar je geen enkel ruimte voor debat is, namelijk antisemitisme. Dat moet gewoon overduidelijk zijn dat er nooit ruimte voor moet zijn. En ik hoor de staatssecretaris meerdere keren spreken over incidenten. Was het maar een incident? We zien het namelijk
gewoon een trend. We zien het continu opkomen, het antisemitisme. En voorzitter, ik hoor ook de staatssecretaris zeggen, ja, we moeten het nog in de ministerraad. Nou, ik, voorzitter, ook het CDA zit in de coalitie. Ik kan u vertellen, vanuit het CDA hoeft hier geen overleg over plaats te vinden. Ja. Dit mag meteen veroordeeld worden en daarom nogmaals, voorzitter, net zo erg als het antisemitisme zelf, is de oorverdovende stilte van de culturele sector. En daarom nogmaals de oproep aan de staatssecretaris. U hoeft hier niet over te overleggen. Maak een hard statement richting de culturele sector. Sta op naast je Joodse medemens, want dit kunnen wij niet accepteren en wacht hier geen moment mee. Ja, voorzitter, volgens mij heb ik inmiddels een aantal maal aangegeven dat wat mij betreft er geen enkele ruimte, en laat ik dan maar nog een keertje nadrukkelijk zeggen, geen enkele ruimte is voor antisemitisme in de culturele sector. En dat volgens mij, dat geldt niet alleen voor de culturele sector, maar zou ook moeten gelden voor de hele samenleving. De vraag die hier net gesteld werd door mevrouw Van Zanten is of ik dit mee zou willen nemen naar de ministerraad aanstaande donderdag om met elkaar te kijken of we in de volle breedte van de samenleving, waar ook aspecten bij zitten die gaan over openbare orde, die gaan over onderwijs, die gaan over hoe gaan we om in de gezondheidszorg, want het speelt in alle lagen van de samenleving, of we daar met elkaar een statement over zouden willen maken. Ik heb u inmiddels toegezegd dat ik dat aanstaande donderdag meeneem in de ministerraad. Als u zegt het CDA smaldeel zal daar volmondig in zijn, dan denk ik dat er een krachtig signaal zal komen aanstaande donderdag. Maar het lijkt mij wat raar dat ik op basis van een mondelinge vraag over de culturele sector hier uitspraken doe die gaan over de volle breedte. Wat wel zo is, en ik denk dat dat ook is waarom we hier met elkaar vandaag het debat voeren, is dat de openheid van de culturele sector maakt dat het antisemitisme wat in de samenleving als geheel plaatsvindt ook zichtbaarder is in de culturele sector, omdat die culturele sector zo'n open sector is en daarmee transparant en zichtbaar voor iedereen is wat daar plaatsvindt. Dat is een signaal, dat is volgens mij de spiegel waar een aantal van uw collega's ook op gewezen hebben, die ook de rol van de culturele sector is en waarom het zo ongelooflijk belangrijk is dat we een culturele sector hebben in deze samenleving die ook die spiegel ons af en toe voorhoudt. Mevrouw Westerveld van GroenLinks PvdA. Ja, voorzitter, als mensen belaagd worden of geïntimideerd omdat ze Jood zijn, dan is dat een vorm van antisemitisme. En dat is wat anders, zeg ik, wat anders dan kritiek kunnen hebben op het beleid van een regering. Maar dit brengt ook culturele instellingen in een dilemma. Want bijvoorbeeld de podia moeten garant staan voor de veiligheid van hun artiesten, voor de veiligheid van hun bezoekers. Moeten soms misschien beveiligers inhuren, andere maatregelen nemen. En ik zou van deze staatssecretaris willen weten wat zij ook kan doen om deze podia, en dan heb ik het ook over de kleinere podia, te helpen. Want stoppen met kaartverkoop bijvoorbeeld kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Voorzitter, daar heeft mevrouw Westerveld natuurlijk volledig gelijk in. Hè, dat inderdaad nu gaande is en dat eigenlijk een pad is waar we niet op zouden moeten af willen gaan, omdat we eigenlijk dat zouden moeten willen voorkomen. Dat kun je niet voorkomen in een open sector als de culturele sector. Dus dat is een van de dingen die we op dit moment met de sector bespreken. We zijn op dit moment ook met de sector in gesprek om te kijken welke gevolgen dit heeft en wat er aan gedaan kan worden om te zorgen dat artiesten op een podia op een veilige manier, maar ook het publiek op een veilige manier van cultuur kan genieten. De heer Elian van de VVD. Er is geen ruimte voor dialoog met antisemieten, voorzitter. Maar de essentie is, je zwicht niet voor de intimidatie van antisemitisme. Dus deze staatssecretaris zal vandaag moeten zeggen tegen de culturele sector, alle voorstellingen van kunstenaars met een Joodse achtergrond gaan zonder enige concessie door. Dat is de oproep die deze staatssecretaris zou moeten doen aan de culturele sector. Het begint met stelling nemen, maar ook het goede voorbeeld geven. Dus laat ik dat dan doen. Ik ga zo snel mogelijk naar een voorstelling van een kunstenaar die Joods is. En het zou mooi zijn als het hele kabinet dat ook doet, om te laten zien aan de Joodse gemeenschap, wij staan achter jullie. En intimidatie en haat richting de Joodse gemeenschap zal nooit lonen. Dus ik hoop dat het kabinet, dat ik alle kabinetsleden binnenkort in theaters mag zien, op de voorste rij bij voorstellingen van Joodse kunstenaars. Ja, voorzitter, als u mij laat weten naar welke voorstelling u gaat, dan rijd ik met u mee. De heer Paternotte van D66. Ja, voorzitter, het is niet heel moeilijk. In het beleid van de Israëlische regering heeft niets te maken met Joodse Nederlanders hier. En dat ze bij het Holocaust Museum of nu bij een optreden van Leni Koer geconfronteerd moeten worden met intimidatie, met haat, puur op het zijn van Joods zijn, dat is antisemitisme. En dat is onacceptabel, omdat er 100.000 Joodse Nederlanders vermoord zijn en al hun familieleden nog dagelijks geconfronteerd worden met
die erfenis. En daarom zijn er heel veel concrete zorgen nu over de veiligheid bij Joodse Nederlanders. Ik spreek mensen die niet meer Hebreeuws durven te praten als ze in de tram zitten met een familielid bellen uit Israël. Die gaan richting 4 mei, die gaan nog steeds over de scholen. Die gaan over naar alle plekken gaan waar Joodse Nederlanders bij elkaar komen. En ik snap dat de staatssecretaris zegt, daar heb ik ook collega's bij nodig. Maar die zorgen over die veiligheid, die moeten wel weg zijn. Want als je niet meer naar een optreden kan, of als je bang bent om überhaupt bij elkaar te komen, dan zijn we al heel ver op het pad heen. Ja. Dus ik wil haar vragen om dat inderdaad in het kabinet te bespreken. Ook de collega die gaat over de veiligheid en te zorgen dat het kabinet daar donderdag duidelijke beloften over kan doen. Ja, voorzitter, volgens mij heb ik die toezegging al gedaan. De heer Dassen van Volt. Ja, voorzitter. De haat, de intimidatie, het is onversneden antisemitisme. En ik ben blij dat de staatssecretaris zich daarvoor uitspreekt. Ik ben ook blij dat de collega's zich daar allemaal voor uitspreken. Want er mag absoluut geen ruimte zijn in deze samenleving hiervoor. En we zullen dat met elkaar continu moeten blijven benukken. Want het leed wat dit bij heel de Joodse gemeenschap oproept is gigantisch. Dus ik ben ook blij dat de staatssecretaris daar zich hard voor wil maken. Maar ik heb wel nog een andere vraag, voorbedurend op wat mevrouw Westerveld net zei. Veel podia hebben daadwerkelijk problemen om ervoor te zorgen dat ze beveiliging kunnen organiseren, dat ze het geld hebben om bepaalde voorstellingen door te laten gaan. Ze kunnen niet stoppen met de kaartverkoop. Dat zou ook echt schandalig zijn als dat zou moeten. Dus mijn vraag aan de staatssecretaris is, wat gaat zij concreet doen om te zorgen dat ze deze podia gaat helpen? En dus niet alleen maar in gesprek gaan, ja, maar ziet ze ook mogelijkheden, ja, om daadwerkelijk actie te ondernemen? Ja, voorzitter, wij zijn nu met de sector in gesprek. Omdat ik graag wil kijken of welke acties er vanuit de sector nodig zijn om ook deze veiligheid te kunnen bieden. En ik lijkt mij vreemd dat ik ga bepalen voor de sector wat zij nodig hebben. Dus het gesprek is toch echt het eerste startpunt daarvoor. Maar dat we een situatie moeten creëren waarbij iedereen op een veilige manier zijn optreden moet kunnen vervolgen, dat lijkt me vanzelfsprekend. Maar het lijkt mij logisch dat ik daar eerst voor met de sector in gesprek ga om te kijken wat zij ook daadwerkelijk precies nodig hebben. Dank u wel. Dank aan de staatssecretaris voor haar aanwezigheid. Steun het vrije woord. Word lid van Geen Stijl Premium via premium.geenstijl.nl. Dankjewel.